Jongens, ik ben Rodek en ik dacht, we gaan vandaag weer verder met Crafts Survival. En wat wij vandaag gaan doen is, we gaan deze recording van nu, dit moment, ben ik aan het recorden, dat is best wel logisch, hè. We gaan deze recording even opnieuw doen. En dan kan je denken van, what the fuck, opnieuw? Maar dit is zeg maar al het opnieuw gedeelte. Want ik heb deze opname niet net, niet gisteren, maar eergisteren opgenomen. Ja, was niet goed. Kut, zeg, jammer. Doe ik nog een keer. Weer niet goed. Toen was ik echt fucking pissed off. Had ik echt geen zin om opnieuw te doen. En ja, daarom doe ik het nu pas opnieuw. Dus, wat we gaan doen vandaag is, hier staat een bordje, creeperval maken. Dat is iets voor een komende aflevering, weet je. We gaan deze aflevering gaan wij een super vette challenge doen. Ik weet niet zeker of ik hem al heb weggehaald of dat hij er nog staat. Ik had hem al weggehaald, ja. Hier staat nog challenge houden charge creeper als huisdier door Louis. Dat is een hele coole challenge. En we hebben iemand hier op de Wolf of Peren, Creative Arts. Die zaten dus in de aflevering al in. En ik heb een challenge weggehaald, want ik had een challenge gehaald. Je hebt een houten zwaard. En er is één iemand, of misschien wel meerdere mensen, die dan denken van, heeft hij die challenge gehaald? Wat is dat voor magie? En ja, ik heb hem inderdaad gehaald. En ik ga hem nu weer halen. Ik zal even laten zien hoe ik dat doe. Want ik doe eerst eventjes dit legen. Hé, hey, dat... Oh, wat? Spoel. Ja, kom maar hier. Kom maar bij papa. Ja. Uit. En dan loop je langs. Dan heb je super veel potatoes. Hier net iets meer dan een stek. En hoeveel past hierin? Even kijken. Wat is dit? Waarom zit daar een string in de lucht? What the fuck? What the fuck is dat voor raar nonsens? Waarom zit daar een string in de lucht? Waar slaat dit op? Hè? Wat is dit? In ieder geval, ik had dus die challenge van overleven de nacht met alleen een houten zwaard overleefd. Had ik gehaald. En ik had dus een heel cool trucje bedacht over hoe je dat makkelijk kan halen. Enchant het houten zwaard gewoon. Ik bedoel, er staat nergens dat je hem niet mag enchanten. Nu hebben we een knockback. Oeh, net een keertje met knockback en punch of zoiets. Echt super chill. Nu hebben we dus eentje met knockback. Als ze nu problemen krijgen, dan bam, en dan vliegen ze kaart weg. Super chill. Maar zijn regels zijn verbonden natuurlijk. Je mag niet hiden en dat soort meuk. Dus wat we gaan doen is, we gaan zo. Heel even al onze stuff wegleggen. Gewoon alles, gewoon helemaal weg. Tools, wacht. Wat een helmpje gevonden. Een chain helmpje, weet je. Daar heb je helemaal niks aan. Maar is wel leuk om te hebben, hè. Hier nog meer potatoes. Nice. Wat we nog meer gaan doen is gewoon eventjes... 6 kolen. Carrots, ja, dat pakken. Want we hebben superveel gold hier. Als je ziet. En daar hebben we dus helemaal niks aan. Niet daar, maar daar. En dan hebben we, hoeveel krijgen we hiervan? 9. 6 keer 8 is een hele hoop. Ik heb geen zin om te rekenen. Ik heb vakantie. Ik ben lui. Dus ik pak even een rekenmachine. 6 keer 8 is 48. Gedeeld door 9 is 6 van die dingen moeten we hierin stoppen. Oké, dan hebben we genoeg. Ja, ik wil namelijk niet te veel verspillen. Licht aan. Dus vandaar dat we het zo doen. En dan hebben we hier. Tada! 6 golden carrots. Kunnen we eigenlijk net zo goed. Nee, dat gaan we niet doen. Dan doen we in oors. Dan stoppen we dit zo te. Oh. Zo. Dan lijkt het voller hier zo. Dan hebben we 6 golden carrots. Die nemen we mee als etenswaren. Kippetje kunnen we hierbij wegstoppen. We moeten even alles gewoon dumpen, ja. Want ik heb er geen zin dat we zo meteen shit kwijt raken. Dat is gewoon niet fijn. We hebben trouwens ook een enderpearl. Die heb ik ook in die aflevering gegeven. Ik heb 2 opgenomen, dus ik heb een klein beetje meuk erbij. Zoveel mogelijk geprobeerd die meuk weg te gooien. Maar als soms koele meuk tussen zitten, weet je, dan heb ik zoiets van... Ja, weet je wat? Fuck it, ik hou hem gewoon. Dus vandaar. Dit is voor een challenge. Er moet een creeper vallen. Vooral als we een charge creeper tegenkomen, kunnen we gelijk erin stoppen. Dus dat is handig. Dus wat we gaan doen, we gaan eventjes... open to land, allow cheat on, start land world. En dan is het slash time set night. Moet even difficulty hard, dan. Oh,
Perfect. In ieder geval, nog iets waarom gisteren geen video was, of misschien eergisteren ook al niet. Ligt eraan hoe lang ik doe over deze video editen. Waarschijnlijk heel kort, maar het rennen is natuurlijk heel lang. Als eerste, ik maak altijd video's gepland voor een paar dagen vooruit. Dus meestal 3 of 4 of zo vooruit. Dat is hartstikke chill zo. Alleen, het nadeel is dus, als je dat doet, dan ja, en je zit niet meer op die dagen vooruit. What the fuck doe je dan? Weet je, dan moet je weer opnieuw gaan opnemen. En dat is helemaal geen probleem. Alleen, ik heb dus 4 weken vooruit gepland geüpload. En ik heb honger. 4 weken vooruit gepland geüpload in verband met examens had ik dat gedaan. En ik dacht zo, oké, chill, nu heb ik 4 weken niks doen. Al is het de 4 weken voorbij en dan moet ik weer opnemen. Dan was ik helemaal vergeten dat ik nog moest opnemen. En dan heb ik nou een dag gemist al. En ik zal de komende paar dagen, deze week zal ik ook nog wat een paar dagen eens missen. Het spijt me. Hopelijk vergeven jullie mij. Maar daarna ga ik dus weer super veel uploaden. Gewoon elke dag op Kodaaf. Of Kodaaf Games. En in het weekend wil ik 2 video's gaan stoppen. Per dag. Dus 4 video's tot aan het weekend. Edel die komt super vette shizzle mijn nissel. En op Kodaaf zelf komt nou elke week weer een nieuwe speedart terug. En dat is gewoon vet. Alleen moet ik het dus even maken. En dan komt dus eerste week. Ga ik dus even een beetje krapjes komen. En vanaf dan wordt het super chill. Dus mooi. Hopelijk gaan jullie dat leuk vinden. En ik ben deze zomervakantie ook 7 weken weg. Dus ik moet gewoon telkens opnemen dat je 3 video's op. Zodat dan heb ik 1 keer 3 video's op. En dan komt deel 2 online. En dan heb ik 6 video's. Komt deel 3 online. En dan heb ik 9 video's. Komt deel 4 online. En dan heb ik al 12 video's van dat ding opgenomen. Weet je. Zo werk ik al super ver vooruit. En ik heb 7 weken ben ik weg. 7 hele motherfucking weken ben ik weg. Super chill voor mij. Dat ik lekker vakantie heb dan. Alleen het nadeel is dus. Ik kan daar niet opnemen die 7 weken. Dus ik moet alles gepland uploaden. Ik heb waarschijnlijk wel internet. Dus ik kan wel, als je iets zegt, kan ik wel op reageren. Maar als je zegt van, hey Jeroen, je moet in de game moet je dit en dit doen. Dan kan ik dat niet meer doen. Want alles is dus al gepland geüpload voor die 7 weken dat ik weg ben. Dus dan weet je dat alvast. En voor de komende paar weken zal ook heel veel gepland geüpload zijn. Dus dan reacties. Super chill als je ze achterlaat. Maar daar heb ik niet heel veel aan. Hier hebben we een zombie. En het staat op hard mode. Maar ik kom bijna geen monsters tegen. Wat ik echt heel raar vind. Dus ja, we gaan eventjes monstertjes hier proberen te vermoorden. Ik bedoel, anders is het ook te makkelijk en de hele nacht op hard mode. We krijgen alleen zijn zwaard niet, dat vind ik wel jammer, hé? Dat vind ik wel jammer. Ik ga trouwens wel skeletons ontwijken. Skeletons wil ik ontwijken, de rest, kom maar op. Kom maar op. Nu zullen er vast wel monsters op mijn bergje gespannen zijn. Lijkt me in ieder geval hartstikke chill als die erop gespannen zouden zijn. Want ja, dan is er alweer wat uitdaging in. Want dit staat op hard, je zag het net. Alleen, ja, hier zijn skeleton ontwijken. Want die skeletons die schieten we elkaar dood. Alleen op mijn berg hier, oh, dat, ja, dat is gewoon. Het moet een beetje uitdaging zijn, anders is het zo van, ja, er zijn geen monsters. Geen idee waarom niet, want ik dacht met hard mode super monsters zouden spannen. Maar ja, kennelijk dus niet zo super veel als ik dacht. Kijk, wat hebben we daar? Een Enderman staat daar volgens mij. Ik zie het niet heel goed hoor. 2 Endermans en een zombie. Oké, als we die Endermans nou eventjes niet aankijken. En die zombies afstampen van de berg. Zo. Zo. Die flikken dood. Mooi. Een beetje omlaag kijken, weet je. Dan vallen ze je ook niet gelijk aan. Oké. Zullen we gewoon proberen om 1 Enderman te vermoorden? Eentje dan. Hè? Eentje maar. Het is wel link. Het is wel heel link. Ze kijken al naar mij toe. Maar als ik niet in hun ogen kijk, dan is het wel te doen. Dus we proberen eentje eraf te duwen. Ja, dat doen we. We gaan er eentje afduwen. Als ik ze sla, dan gaat hij sowieso teleporteren. Oh, kut. Hij werd boos. Hij werd boos. Ik heb Polk aangekeken. Nou, kom erop, buddy. Kom maar. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Nou gaan we het niet halen door die kut Enderman. Kut. Kut. Een half hartje, anderhalf hartje, kom op. Daar is hij weer. Alsjeblieft, sla mij niet. Ik sla jou. Kom op, waar ben je, bitch? Denk je dat ik bang ben voor jou of zo? Nee, echt niet. Pff, ik ben niet bang voor jou, ik ben alleen bang voor doodgaan. Nou is hij weer weg. Hè? Waar is hij nou weer naartoe? Ik weet niet of ik het erg vind dat hij weg is. Dan haal ik mijn challenge tenminste. Maar hier is een witch. Moet het trouwens ook niet hebben. Hey.
hier. Wat een gekke schreeuw. Een hele gekke schreeuw. What the fuck? Gekke schreeuw hier allemaal. Oké, ik ga deze heks vermoorden. Kut, kut, dit ding heeft potions. YOLO. Waterpolo. Kut, kut, daar is de ene, daar is de ander. Kut. Jongens, 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 dan ga ik dood. Kut, 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 kut. Kut. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. 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 Ah, fuck. 3, 2, 1. Oké. Goed, dan moet ik even health regenen. De zon gaat alweer onder. Die moeten zo meteen even fixen. Even health regenen, anders dan overleef ik deze meuk niet. Kut, hier zit geen zand. Anders had ik wel zand op die heks gegooid. Hij wil me wel nog steeds vermoorden, hé. Dat is wel kut, dit. Even health regenen en dan gaan we ze pakken, hoor. What you want, huh? Kut. Oh, hij raakt hem niet eens, hè? Lol. Lol, 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 lol. Lol, lol, lol. Dit is eigenlijk een soort van hide, maar het moet, anders ga ik mijn challenge niet halen. Jongens, hopelijk vinden jullie het niet erg. Hopelijk vergeven jullie het mij. Alsjeblieft, ik ga wel weer naar boven. Oké, okay? Dat we tenminste nog iets nuttigs doen hier ook. Go, ja, yeah. Nice. Goed, 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 goed. Wat is dit? Wat is dit? Waarom gaat hij hier naartoe? Pak die Enderman op deze manier. Zo. Lekker voor je, Enderman. Doe dat eens even niet, jongeman. Doe dat eens eventjes niet. Kut, hij heeft me te pakken. Fuck. Sterf. Sterf. Ik ga dit niet halen. Ik ga dit niet halen. Ik ga dit niet halen. Kut, 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 kut. Ja, 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 ja. Still alive. Still alive. Kut, 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 kut. Kom op, echt twee van de kutste mobs die er zijn. Zitten tegelijkertijd achter me aan. Maar ik zie het al licht worden. Dus als ik ren, dan overleef ik het vanzelf wel. Hoop ik. Dat zou wel chill zijn als dat zo zou zijn. Super veel monsters achter me aan. Kom op, Enderman, sterf. Kom op, als de Enderman dood is, dan is het al gelijk een stuk minder. Nee, als hij een potion gooit, dan ben ik ook wel echt een lul. Fuck, kom op, het is bijna dag. Kom op, jongens. We kunnen dit. We kunnen dit halen. Ik geloof erin dat we het kunnen. Ik zeg dat we het... Ah, nee! Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, we waren zo dichtbij. We waren zo dichtbij. De zon was al aan het opkomen. Oh man. Oh fucking hell. Ja. Oké, ik vraag het gewoon aan jullie. Wat vinden jullie? Vinden jullie dat dit gehaald is of niet gehaald is? Laat het achter in de reacties. Dan ben ik benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Ik zeg niet gehaald. Dat ik dit nog een keertje moet doen. Maar als jij zegt van ja, Jeroen, goed gedaan. Ik vind dat je het wel gehaald hebt. Super tof in ieder geval vast. Maar laat even achter in de reacties, weet je. Dan kan ik hem even afstrepen. Dan zet ik hem voor nu nog even bij. Hardcore Nacht noem ik het gewoon. Hardcore Nacht. Ik weet niet meer van wie het was. Voor mij was hij van Jochem en anders van Louis. Zou ik zeggen. Dat zou ik zeggen. Maar ik weet niet meer van wie die is. Moest ik het eventjes opzoeken. Maar Hardcore Nacht. Die staat in ieder geval al wel weer op. Maar ik vind die al hem nu weg kunnen halen. Wel, jammer dat ik hem eerst wel heb gehaald en nou niet meer. Goed, die moet ik niet eens naartoe. Ik wil dat. Ik wil die Enderman eventjes afmaken, hé. Dat is mijn nieuwe levensdoel. Endermans vermoorden. Hartstikke mooi. Maar fijn. Shit, oh man. In ieder geval. De komende paar dagen misschien wat minder uploads. Maar daarna komen superveel series. Komen weer terug. 100 geboden van Skygrid. Er komt. We hebben nog meer. Skyblock dat stopt trouwens. Ik heb nog een paar afleveringen. Misschien nog een. Maar ga ik daar nog een finale aflevering in monteren. Weet je, dat is ook wel leuk om dat nog erin te hebben. Ja, Skyblock is een heel raar verhaal. Ik kan het ooit nog een keer gaan uitleggen over wat er nou precies mee aan de hand is. Maar waarschijnlijk gaat het niet meer terugkomen. Gewoon gestopt om niet meer terug te komen.
Heel jammer. Maar het is niet anders. Het is niet anders. Hier heb ik al mijn golden carrot. En waar is dan mijn zwaardje? Hier is mijn zwaardje. Nou, dat is toch ook al bijna kapot. En in ieder geval, ja, bedankt voor het kijken. Hopelijk vond deze video hartstikke leuk. Doe dan vooral een blauw duimpje omhoog als je me zo leuk vond. En hopelijk zie ik jullie dan de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu, later!